De strijd in Oekraïne is nog dagelijks een belangrijk onderwerp in het nieuws. In Nijmegen krijgt nu de cultuur van Oekraïne extra aandacht tijdens het Ontdek Oekraïne Festival. De komende 3 weken is in samenwerking met de Stevenskerk een breed festival opgezet met diverse Oekraïnse culturele activiteiten en wordt er ook geld ingezameld. Juist in deze periode, voor en met kerst, met gezelligheid en huiselijkheid, wil de Stevenskerk aandacht bieden aan de oorlog in Oekraïne. Dat doen ze de komende 14 dagen met diverse culturele activiteiten. In het festival besteden we vooral aandacht aan de Oekraïnse cultuur. We gaan niet het over oorlog en ellende hebben. We willen juist de rijkdom en de waarde van de Oekraïnse cultuur laten zien. Dat doen we met dansvoorstellingen, met muziekvoorstellingen, met workshops die mensen kunnen volgen. Dus heel veel aandacht voor de mooie en bijzondere kanten van de Oekraïnse cultuur. Mede-organisator van het festival Lilia had deze morgen nog even contact met haar moeder in Oekraïne. En ook vandaag was er bij haar een zeer heftige Russische aanval. So while I was coming for this interview, my mom was writing that she doesn't have electricity and she doesn't know how long it's going to take. So I have even extra motivation to organize this festival in the Netherlands, in Nijmegen specifically, because we want to first collect donations for Ukraine, for medical hospitals, and second, we want to present Ukraine as not just a country in war, but by this also presenting our culture, we want to remind that the war is ongoing. In Oekraïne zijn ze blij met de aandacht die hun strijd krijgt hier in Nijmegen en Nederland. Yeah, I can actually say from my experience, because I have friends who are fighting at the front lines since 2014 even, and they actually write to me, thank you for bringing attention to Ukraine in the Netherlands. It's very important for us to see that we are not fighting alone and that the Netherlands supports us. So it's very important for the morale of our defenders and also for Ukrainians to see that countries abroad support Ukraine and Ukraine is not forgotten and we are not alone. Ze verwachten veel Oekraïense mensen uit heel Nederland en zelfs ook uit Duitsland. Ze presenteren de Oekraïense cultuur met internationale bekende artiesten. En dat verbindt de gemeenschap hier zeer. Een beetje eigen huisgevoel hier in het buitenland. In a way, yes, because it is Ukrainian festival, but it is named Discover Ukraine. So we will have Ukrainian events for Dutch and international audience. And for Ukrainians, it's always comforting to come and sing together Ukrainian songs and be involved in Ukrainian workshops and just be together and have a feeling of home abroad. De kerstwens voor de Oekraïense gemeenschap mag duidelijk zijn. Since 2014, I have only one wish, is for Ukraine to win. And that goes also for my family, because if Ukraine wins, then there will be no issues for my family to sit in the sirens or to have no electricity. So if Ukraine wins, I think all the issues that are currently will be gone temporarily, and then we will all together be able to rebuild Ukraine.